Nou, ik moet er echt een beetje van bij komen. Overweldigend. We hadden het gehoopt, een uitspraak zoals deze. Maar de rechter moet nog wel even oordelen. Die heeft geoordeeld en ja, die hoop is volledig uitgekomen. Ja, hoe belangrijk is het dat dat extra onderzoek er komt? Ja, heel belangrijk. Ik denk dat het daar voor een heel groot deel om ging, hè? De verjaringskwestie en documenten. Mogen we die documenten hebben? En de rechtbank was natuurlijk vandaag heel duidelijk over ja, dat er eigenlijk 40 jaar lang een leugen is verkocht over dat er in de trein niet zou zijn geschoten op mensen die zich niet hebben verzet. Dat is niet zo. En stukken die niet openbaar waren, autopsierapport, technische recherche-rapport. Dus daarmee hebben die mensen nooit grip gekregen op de feiten. Altijd een vermoeden gehad, het is niet goed geweest. Maar er is altijd gezegd, nee hoor, het was oké. En die erkenning van je moet die feiten onderzoeken, dat had je toen al moeten doen, en dat heb je niet gedaan, dat doen we alsnog, is denk ik cruciaal. Wat de uitkomst ook dadelijk van de getuigen voor gaat zijn, is dit cruciaal. En dan kunnen zij in ieder geval het boek sluiten. Wat voor hun heel vervelend is, is dat het onderzoek nooit heeft plaatsgevonden. En dat er altijd dat de vraag nooit is gesteld aan degene die dodelijke schoten hebben toegebracht. En dat die vraag nu eens een keer wel wordt gesteld, is denk ik al voor mensen, voor het verwerkingsproces, en gewoon te zeggen, nu is het een keer klaar, is enorm belangrijk. Wat de uitkomst ook mogen zijn, en ik wil niet vooruitlopen op teleurstelling of zogenoemde overwinningen te zijner tijd. Ik denk dat dit voor dit moment, en misschien ook al voor het later moment, gewoon al meer dan voldoende is. Toch even refereerde de rechtbank aan het autopsierapport, dat er inderdaad dat het erop lijkt dat ze van dichtbij zijn neergeschoten. Dat lijkt een hele belangrijke aanwijzing. Ja, nou laten we zeggen, laten we zeggen, de mariniers worden niet zomaar gehoord. Hè, als er niet al zulke duidelijke aanwijzingen liggen dat de mensen in onrechte zijn doodgeschoten, dan worden die mensen natuurlijk niet gehoord. Dat gaat de rechtbank niet overhoop halen. Nee. Maar ze kunnen het niet helemaal zeker vaststellen, want het is gewoon. Ze waren er ook niet bij. Ik was er ook niet bij. Ik ben ook nieuwsgierig. Dus het is denk ik heel verstandig om deze stap te zetten. Ik denk dat er weer een signaal is, en dat is vandaag de dag ook heel belangrijk bij alles wat er om ons heen gebeurt. Als er mensen om het leven komen, dan moet je dat wel fatsoenlijk uitzoeken. Je kan in je recht staan en je kunt rechtmatig mensen hebben doodgeschoten, maar zoek het wel goed uit. Het gaat niet aan om vervolgens iedereen naar huis te sturen, niemand te horen, wapens niet te onderzoeken en gewoon het boek dicht te doen en vervolgens ook nog daar onwaarheden over te verkondigen. Dat kan niet. Dan moet je niet 40 jaar later komen met het is verjaard. Dat recht op verjaring heb je dan verspild. Dat hebben wij altijd gezegd en de rechtbank heeft vandaag gezegd, het is niet redelijk om dat beroep op verjaring van de staat te honoreren.